hier geen zin in. Dit is niet het kinderfeestje waar ik voor was uitgenodigd. Yo, kijkers van Doe Maar Gamen. Awesome dat jullie allemaal weer kijken naar deze gloednieuwe aflevering van Minecraft The Hunger Games. Hier op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen. Mijn naam is Job, maar dat wisten jullie waarschijnlijk al. En ik heet jullie allemaal weer van harte welkom bij deze gloednieuwe aflevering. Hier zoals gewoonlijk in de Skydust Minecraft server. En wij gaan gewoon weer lekker genieten van de ultieme Hunger Games sensatie. En dat doen wij door middel van het springen in het water. En ik geloof dat ik een beetje verkeerd in het water sprong, waardoor ik nu niet al te veel loot heb. Oké, ik heb in ieder geval een broek weten te pakken. Vraag me niet waarom ik blij moet zijn met een broek, want dat wordt voor mij een beetje moeilijk om daar antwoord op te geven. Maar hey, het is natuurlijk wel weer enige bescherming. En dat is toch beter dan geen bescherming, laten we eerlijk zijn. Maar ik ga dus heel even kijken waar wij het beste naartoe kunnen gaan. En het lijkt mij een heel handig idee als wij heel even dit blokje opgaan. Want via dit blokje zou ik dan weer een soort van aanloop kunnen nemen. En op die manier kun je net wat sneller bijvoorbeeld aan de overkant komen. Dat is namelijk de plek waar ik nu wil komen. Dan dat als je blijft zwemmen. Maar wat wij dus even gaan doen is wij gaan gewoon even... Oeh, jongens en meisjes. Kijk eens aan. Deze gloednieuwe aflevering van de Hunger Games. Die begint gelijk alweer enorm sensationeel. Want we hebben namelijk al gelijk een Iron Sword erbij weten te krijgen. En vele mensen die vragen zich nu misschien af. Job, een Iron Sword? Is dat dan zo ongelooflijk goed? Ja, het is natuurlijk niet ongelooflijk goed. Maar je kunt er in ieder geval een heel eind mee komen. Vergeleken met het feit dat ik normaal gesproken al super blij ben als ik überhaupt een zwaard krijg. En dit is natuurlijk veel beter dan zomaar een wooden sword of een stone sword. Dit is namelijk een iron sword, zoals ik jullie al verteld had. Maar nee, laten we dus heel even kijken of wij hierboven ook nog het een en ander aan kisten zouden kunnen vinden. Want hoe meer kisten ik namelijk vind, hoe meer spullen ik krijg. En ja, de rest kunnen jullie denk ik zelf wel invullen, want hoe meer spullen ik krijg, hoe groter de kans is voor mij om te winnen als het ware. Tenzij het natuurlijk echt allemaal klote spullen zijn, maar dat zou uiteraard ook nog kunnen. Ik heb namelijk zat potjes van de Hunger Games gespeeld waarin ik allerlei kisten openmaakte. En achteraf dacht van, serieus, heb ik hiervoor al die kisten opengemaakt? Heb ik hiervoor mijn motherfucking rechte muisknop ingedrukt voor een motherfucking spinnenwebje? Of voor een stomme potion die ik toch niet ga gebruiken? Zoals bijvoorbeeld een night vision potion. Waarneer gebruik ik nou weer een night vision potion? Misschien als ik onder water ben en ik kan echt helemaal niet zien, is er nog een mogelijkheid dat ik die gebruik. Maar tot die tijd heb ik hem denk ik niet echt nodig. Maar ja, ik moet eerlijk toegeven, zoals ik al zei, een iron sword kan ik wel goed gebruiken. Oh, ik dacht heel even dat dit kanon misschien wel echt zou werken. Ik bedoel, het is de Skydust Minecraft server. In de Skydust Minecraft server zijn er namelijk best wel veel dingen. Wat is dit? Oh my god! Serieus? Man, dat is een enderbow. Shoots out enderpearls. Kan ik dan letterlijk net zoveel enderpearls schieten als ik wil? No way. Nee, toch? Oh nee, dan moet je waarschijnlijk enderpearls in je inventaris voor hebben. Dat zou het waarschijnlijk wel zijn. Ik snap hem al. Ik dacht serieus dat ik dus iets gekregen had, waardoor ik dus gewoon net zoveel enderpearls kon schieten als ik wou. Dat bleek schijnbaar niet het geval te zijn. Oké, ik ga proberen hem zo snel mogelijk. Nice, ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem. En nu jij. Come on, YOLO! Nice, oké, die heb ik ook, super. Oeh, kijk eens aan jongens en meisjes. Je had een pijl bij zich, wat we over het algemeen niet erg goed kunnen gebruiken. We hadden namelijk in hem al alleen 4 pijlen geïnvesteerd als het ware. Nou, die is ook dood. Die had weer wat eten bij zich. De kills die beginnen lekker te gaan jongens en meisjes, super dope. Oké, iemand, hé, dat kanon dat werkt wel. Nou, ik dacht dat het kanon helemaal niet werkt. En nu zie ik wel dat het kanon werkt. Ja, of het kanon werkt gewoon niet. Even kijken, warning, are standing in mid minefield. Kunnen we die, oh nee, jammer, ik dacht wel even, misschien kunnen we die lemon kapot maken. Dat was over het algemeen gezien wel een erg groot voordeel geweest. Wat ik wil even gaan doen. Dus ik ga heel even snel mijn gear aandoen. Dat lijkt mij over het algemeen gezien namelijk wel zo'n handig idee. En voor de rest probeer ik dan zo direct heel even hem dood te maken. Dat doe ik in eerste instantie gewoon even door middel van het schieten van pijlen. En ik weet inderdaad zeker dat ik aangevallen ga worden. Nice, oké. Ik weet niet wat ze bij zich had. Oh, ze had jammer genoeg alleen maar een zwaard bij zich. Ja, dan moet ik eerlijk toegeven. Een zwaard kan ik over het algemeen gezien ook wel weer goed gebruiken. Oké, met hem wil ik wel team. Ik geef hem 1 carrot en ik geef hem een houtblokje bij deze. Ik heb serieus geen idee wat hij daarmee wil gaan doen. Misschien kan hij een of ander carrot bedrijf maken. Gewoon dat hij het houtblokje gaat uithollen als het ware. En dat mensen daar gewoon carrots kunnen kopen. Ik heb serieus geen idee. Maar ik vond het wel zo leuk om even met hem te teamen. En meestal als je pressure plates ziet in de Skydust Minecraft server, dan weet je dat je goed moet uitkijken. Want in de Skydust Minecraft server zitten er namelijk echt een hele hoop vallen. Geloof me. Maar nee, laat ik heel even gaan kijken waar ik het beste naartoe kan gaan. Daar ben ik namelijk over het algemeen gezien wel heel erg benieuwd naar. Kijkend naar het feit dat de helft van de mensen in dit potje al overleden zijn. Laten we even een minuutje stilte houden. Oké, een minuutje stil is voorbij. We kunnen natuurlijk niet te lang stil zijn. Laten we dan toch ophouden dat het minuutje gewoon een beetje versneld was. Met een tintje. Ik heb helemaal geen zin om een minuutje stil te houden. Dus ik versnel het gewoon lekker toch. Dat dus. Oké, laten we heel even kijken of we hier misschien nog een kist binnen zouden kunnen vinden. Want hoe meer kist ik vind, hoe groter de kans is dat ik goede spullen krijg. En de rest kunnen jullie, zoals ik al zei, zelf wel invullen. Oftewel, mijn kans wordt dan alsmaar vergroot dat ik win. Serieus, Job. Heb je al die moeite gedaan om boven te komen voor een verrotte aardappel? Oh mijn god, jongens en meisjes. Heb ik daar even spijt van? Nee, nee!
Oh god, guys. Ik was heel even zo van, zul ik een YOLO-actie maken? Zul ik het doen? Maar ja, YOLO. En schijnbaar pakte die YOLO-actie ditmaal goed uit. Maar hij had ook maar net zo goed slecht kunnen uitpakken. Laten we eerlijk zijn. Maar nee, ik ga heel even snel wat rauwe vis eten. Ik ben sowieso niet echt een visfanaat. Dus laat staan dat ik rauwe vis lekker vind. Maar hey, je moet toch wat? Helemaal in scenario's waarbij je niet de al te ruime keuze hebt, als het ware. Oké, laat ik heel even kijken of ik hier nog wat kisten kan vinden. Want hoe meer kisten ik vind, hoe meer players ik waarschijnlijk ook vind. Want bij kisten zitten meestal ook weer spelers. Ik heb zo... Oh, what the fuck? Oh my god, ik dacht dat hij zeg maar gespand werd vanwege die pressure plate. Ik denk, oh mijn god, ik heb een player gespand. Oké, nice. Ik heb van hem in ieder geval 2 golden apples gekregen. Dat vind ik uitermate aardig van hem. En hier is zojuist iemand dood gegaan. En ik geloof dat dat... Oh help, ik heb hulp nodig. Nice, ik wil. Wow, wat? Pak maar. Holy shit. What the actual fuck, guys? Die kerel die had insane veel spullen bij zich. Oh, ik moet even goed inventariseren momenteel. Oh, ik dacht over dat ik werd doodgemaakt door mijn teamgenoot. Ik denk, no way. Oké, die gaat dood. Die gaat dood. Blijf van mijn teamgenoot af. Blijf van... Nice, we hebben hem. Super dope. Wat heeft hij bij zich? Oeh, een knockback 2 zwaard. Ja, maar die kan ik wel goed gebruiken. Oké, ik doe heel even alle gear aan. En ik weet niet of hij ook schoenen bij zich had. Ja, die had hij ook bij zich. Oké, ik ga heel even rustig inventariseren. Om te kijken welke spullen belangrijk zijn. En welke spullen wat minder belangrijk zijn. Oké, ik heb nu een beetje geïnventariseerd. En ik heb nu alle belangrijke spullen heb ik eigenlijk wel bij me. Dus bij deze. Oh god, guys. Dit is zo ongelooflijk geniaal. Yeah, buddy. Oké, guys. We moeten echt proberen dit erin te houden. Want we hebben namelijk vele verschillende soorten spullen. Maar bovenal hebben we ook nog vele verschillende andere soorten potions en dat soort dergelijke die we ook weer goed kunnen gebruiken. Ik kijk voor de zekerheid nog heel even in de kist of ik misschien iets over het hoofd heb gezien. Ik kan deze kist niet meer openmaken. Mag ik wat eten? Ja hoor, je mag best wel wat eten. Als je heel even wat geduld hebt, dan pak ik voor jou als eerste wel even snel deze vis. Oh, die heeft hij al gepakt. Hij heeft eten nodig. Nou, bij deze heb je 2 carrots of 2 potatoes. Sorry, ik moet dat natuurlijk wel goed zeggen. Oeh, shit, er zit een pikman hier. Ik ga proberen die pikman te vermoorden. Fuck jou, pikman. Fuck jou, jij dwaas. Ik heb alleen het idee dat er momenteel niet meer heel erg veel mensen over zijn. Inderdaad, er zijn momenteel nog 6 mensen naast ons over. Dus dat zou betekenen dat als er nog een paar mensen doodgaan, dat de deathmatch dan begint. En de deathmatch is meestal wel een van de spannendste momenten in heel de Hunger Games. Dus ik ben over het algemeen gezien ook best wel heel erg benieuwd hoe die deathmatch in zijn werking gaat. Laat ik als allereerst anders nog maar even goed rondkijken waar ik mijn laatste tegenspelers even zou kunnen afslachten. Het is zo van, hey, mag ik even bij je op de koffie? Natuurlijk. Oké, ik neem wel even een zwaard mee, want ik ga je namelijk afslachten. Wacht, wat? Oké, laat ik wel even kijken waar ik het beste naartoe kan gaan. Want ik zag daar namelijk zojuist wel een name tag. Dan moet ik eerlijk toegeven, dat is wel een beetje een klein nadeel in de sky als Minecraft server. Waar die iemand namelijk doodgaat, dan zie je een kist zitten. Of zitten. Ik weet niet wat je bedoelt met zitten. Maar je snapt het wel. Een kist is namelijk geen levend persoon. Dus je kan niet voor zichzelf besluiten van... Ik ben moe. Ik heb namelijk gisteren een marathon gelopen. Dus ik ga vandaag lekker zitten. Maar die kist die staat er, zeg maar. En dan heeft hij zeg maar de name tag boven zich van de player die is dood gegaan. In het rood geschreven. Maar soms denk je dan misschien van... Hey, nice, weet je wel. Ik kan naar een player vermoorden. Maar dan schijnt het eigenlijk helemaal geen player te zijn. En ik moet ook inderdaad goed uitkijken. Want er zitten namelijk een hele hoop mobs achter ons aan momenteel. En ik zie hier heel sneaky een gangetje. Wat zou kunnen betekenen dat we hier... Hoorde ik nou iets? Ik heb zo'n naar gevoel dat ik iets hoorde. Oké, die Happy Meal die neem ik ook even mee. Want die Happy Meal die kan ik namelijk gebruiken voor wanneer ik heel erg honger heb. Staat er namelijk ook bij. Happy Meal, restore your hunger. Stel voor je hebt nog maar een halve drumstickje over. Of je hebt helemaal geen drumstickjes meer over. En je gaat dus dood van de honger. Oké, deathmatch begint, deathmatch begint. Die, snel, die. Oké, dit is heel spannend, guys. 3 uur later. Oh shit, guys. Waar is die? Bitches, people, Jopje has won survival game on Fortress. Fuck yeah. Oh yeah, guys. Dit was een zeer episch potje. Het begon episch. En als allermooiste eindigde het ook episch. Fuck yeah. Oké, jongens en meisjes. Wij zijn weer teruggekeerd in het tweede potje van de Hunger Games. En ook het laatste potje van de Hunger Games. Wat ik voor jullie ga spelen in deze gloednieuwe aflevering ervan. En fuck yeah, jongens en meisjes. Wij hebben alweer gelijk een super episch zwaard gekregen. En ik aarzel ook niet te lang. Ik ga namelijk gelijk mijn allereerste kills ermee maken. Tenminste, ik ga in ieder geval een poging doen tot... No way! Oh my god, half hartje. Nee, nee, I don't want this. Leave me alone. Leave me alone. Nee, 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 nee. Ik heb hier geen zin in. Dit is niet het kinderfeestje waar ik voor was uitgenodigd. Er stond in het visitekaartje dat jullie gingen zwemmen. En dat we geld moesten meenemen voor het halen van een ijsje. Er stond niet van neem een harnas mee, want er zijn rare ouders die je door midden steken met zwaarden. Is dit nou het kinderfeestje uit 2015? Is dit nou de nieuwe manier van regeling? Oh, ik moet echt goed uitkijken, want ik weet namelijk zeker dat er iemand achter mij aan zit. Ik hoorde namelijk net al wat gras kapot geslagen worden. En dat betekent dus dat zeer waarschijnlijk...
waarschijnlijk iemand op mijn hielen zit en mij probeert onderuit te halen. Dus laten wij eens even goed gaan uitkijken. Ik spring naar beneden toe. En ik heb het idee, ja, dat had ik al gedacht. Dat wist ik al. Ik had het niet gedacht, maar ik wist het al gewoon zeker dat dat zou gaan gebeuren. Oké, oh, nice. Die Roffitty, oftewel die kerel waar ik mee teamde, die helpt mij een beetje mee. Dat is heel mooi meegenomen. Want ik heb namelijk even wat eten nodig. Oké, ik heb een ho gekregen. Ik weet eigenlijk alleen niet wat ik met een ho kan wanneer ik honger heb. Dat is een beetje raar. Het zou hetzelfde zijn wanneer iemand zegt van ik heb honger, dat je dan zegt van hier, neem wat te drinken. Ik heb trouwens ook geen idee. Is dit nou... Oh, dat hoorde dat dit out of the world was of zo. Nee. Het was een enge vrouw met een ho die mij er dus juist mee heeft vermoord. Shit. Nou ja, jongens en meisjes. Één ding is zeker. En dat is dat ik deze gloednieuwe aflevering van The Hunger Games weer super awesome vond om voor jullie op te nemen. Hebben jullie nou kunnen genieten van het kijken van deze gloednieuwe aflevering van The Hunger Games? Dan mogen jullie me uiteraard een blauw duimpje omhoog geven. Ik zou dat in ieder geval ongelooflijk op prijs stellen. Daarnaast kunnen jullie natuurlijk ook even een reactie achterlaten hier beneden in de comments. Met erin misschien enige tips of tricks omtrent The Hunger Games. Of misschien willen jullie wat kwijt over deze video. Of misschien wel over deze gehele serie. Voor de rest hoop ik gewoon dat jullie deze video leuk vonden. Als dat het geval was, kun je hem een blauw duimpje geven. En je kunt natuurlijk ook even op die rode abonneerknop drukken hieronder aan de video. Op die manier blijf je namelijk geautomatiseerd 24/7. Dat is voor altijd. Op de hoogte van alles wat ik doe rondom dit kanaal. Ik wil jullie allemaal weer ongelooflijk bedanken voor het kijken. En ik zie jullie graag de volgende keer weer. En dan zeg ik, later mensen.